vandaag ook weer voor jullie een shoplog. En deze keer is het mijn allereerste ASOS shoplog op dit kanaal. Ik heb eerder volgens mij een keer een sjaal mee besteld vanaf Tara. En ik heb misschien nog een keer iets anders besteld. Maar ik heb nog nooit een shoplog opgenomen over ASOS op ons YouTube kanaal. En ik heb deze keer een hele grote bestelling gedaan. Namelijk ruim €250 aan spulletjes. Dit is een beetje het resultaat van wat er gebeurt als je 's nachts aan het shoppen bent. Maar ik had al een hele lange tijd ook mijn wishlist ingevuld met wat items die ik graag wilde. Die raakte toen weer uitverkocht. En toen ik zag dat een van de items weer beschikbaar was, dacht ik, oké, ik ga het nu bestellen, want ik wil er niet weer naast grijpen. Dus dat is wat ik heb gedaan. Bestelling geplaatst en een aantal dagen later was het alweer binnen. Ik heb dit pakket een paar dagen geleden binnengekregen, maar ik heb echt mezelf ingehouden door er niet in te gaan kijken voordat ik deze video zou opnemen. Dus het wordt ook wat dat betreft gelijk een first impression, try on shoplog. Wat ik eruit haal, heb ik ook nog niet eerder gezien. Dus ja, we gaan het allemaal gezellig samen kijken. Allereerste item is deze. Dit was volgens mij het enigste sale item dat ik heb geshopt. En het is een bomberjasje, een groen bomberjasje. Als je me trouwens volgt op Instagram of misschien de blog, of als je in ieder geval onze Vlogmas video's kijkt, dan zou je misschien wel zien dat ik heel veel donkergroen, legergroen de laatste tijd weer draag. En dat is een van mijn favoriete kleuren al jarenlang. En dat is de laatste tijd weer heel erg aan het terugkomen. Want ook hier laat ik weer een donkergroen item zien. En wat ik heel erg leuk vond aan deze is dat hij heel gaaf een soort van geweven model op de mouwen heeft. En verder voelt hij wel heel erg dun aan. Dus het is zeker niet iets om buiten in te lopen. En dat was ook niet helemaal mijn idee. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe deze aanstaat en hoe de fit hiervan is. Oh, ik weet niet of het aan de kleur groen ligt of gewoon de fit van het jasje. Maar ik vind hem echt zo cool. Ik voel wel dat hij een beetje trekt als ik dit doe. Ik vind het zo vet dat hij gewoon zo wat langer is. Echt lekker oversized. Zoals je hier ook wel ziet, dat hoort ook gewoon. Die mouwen maken het echt wat stoerder. Dus ik zou dit echt moeten dragen als vest, zeg maar. Maar het trekt wel een beetje als ik dit doe. Dus daar twijfel ik een beetje over. Ja, dus ik moet heel even kijken of ik dit wat vind. Omdat zeg maar de schouders een beetje trekken. Dat is altijd wel een beetje een lastig punt. Maar verder vind ik hem wel echt heel erg tof staan. Ga ik door naar het volgende item. En dat is een paar... Oh nee, dat is niet de jeans. Dit is een ander paar. Dit is echt een heel opvallend paar. Nou, zoals je kan zien, het is een lak nepleer paar broek. Ik moet hem eventjes helemaal uit elkaar trekken. Dit is de broek. Het is een high-waisted model. En ik heb eigenlijk nog nooit eerder een high-waisted model gezien. Wanneer zeg maar, ik zoek voor zo'n stofje, zo'n glad, glanzende stof. En het is een skinny model als het goed is. Al ben ik niet helemaal zeker of die mij ook aan de onderkant skinny gaat zijn. En hij is gewoon van het ASOS eigen merk, ASOS Denim. Ja, dit is gewoon echt super leuk. Op onze blog heeft Tara ook al een keer een outfit laten zien waarin ze zo'n broek draagt. En dat vond ik echt gewoon onwijs gaaf staan. Dus ik had iets van, ik wil dat ook een keertje proberen. En ik dacht met zo'n high-waisted model, dan heb je ook nog minder kans dat hij gaat afzakken. Dus dat leek mij wel heel erg chill. Oké, jongens. Ik kom gewoon niet verder dan dit. Maar ik zit nu net over mijn knieën heen. En dit wordt hem gewoon niet. En als ik ook gewoon nu kijk naar de onderkant. Dus bij mijn benen. Dan denk ik ook gewoon totaal niet dat hij strak had gezeten. Weet je wel. Stel ik ga een grotere maat bestellen. Dan wordt het gewoon heel wijd aan de onderkant. En niet zoals het model eraan had. Maar ja, modellen die hebben ook niet mijn lichaam. Dus nee, deze gaat weer gelijk uit. Helaas. Ja, volgende item is echt... Heb ik deze? Is dit degene? Wacht, hij ziet er anders uit. Ik ga hem even uitpakken. Het volgende item zou namelijk echt een te gek over de top t-shirt zijn. Echt eentje die je waarschijnlijk leuk of niet leuk vindt. Dit is het shirt. Het is... nou, er is hier echt van alles en nog wat aan de hand. Het is een shirt dat bestaat uit twee verschillende delen eigenlijk. Want dit printje is anders als aan deze kant. Dus we hebben eigenlijk gewoon twee shirts aan elkaar genaaid. Heb je hier bovenop allemaal kraaltjes en hier ook. En dus in het, bij het kaarsje krijg je ook nog wat extra kraaltjes mochten die eraf vallen. Dat vind ik wel echt heel erg fijn. En dan ja, was je vast wel opgevallen aan de rechterkant van het shirt heb je gewoon een heel ander soort mouw. Het is echt een of andere grote opvallende rozige glitter metallic ruffle. En dat vond ik gewoon echt super grappig staan bij zeg maar de meer stoere print die erop zit. Alright, dit is het t-shirt. Ja, ik vind het wel wat. Ik vind het wel echt super gaaf. Ik twijfel een beetje of ik zeg maar ook een maat kleiner had kunnen doen. Dan zou die zeg maar net iets strakker hier op de schouder zitten. Maar misschien is het juist wel een beetje leuk om gewoon wat meer oversized te doen. En in combinatie met gewoon een iets wijdere broek is het wel chill. Maar er kan natuurlijk ook gewoon weer skinny jeans onder. Hij zit ook echt super lekker. Ja, dit vind ik wel geinig. Gewoon voor een avondje uit of dat je zeg maar iets hebt van ik wil net iets meer
bijzonders aan. Het volgende item is weer een broek. Ik heb namelijk 3 broeken besteld in deze bestelling. Want ik heb nog nooit ezelsbroeken eerder gehad. En daar was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. En als je er al zo lang benieuwd naar bent, bestel het gewoon een keer. Dat zei ik tegen mezelf. En dan zie je het vanzelf wel. Ezels heeft namelijk een hele goede retour. Mogelijkheid. Het is echt super makkelijk en gratis. Ik heb een nieuwe skinny jeans uitgekozen, want degene die ik heb van Topshop, die beginnen echt af te takelen. Die zijn gewoon eigenlijk helemaal niet meer zwart te noemen. Dus ik had iets van misschien wel tijd voor een nieuwe. Dus ik heb deze uitgekozen. Het is de ASOS Denim. Qua model lijkt hij echt super erg op de Topshop Joanie jeans, want die hebben ook geen zakje aan de voorkant, maar wel de zakjes, kleine zakjes aan de achterkant. Net zoals deze. Maar ik voel al wel dat de stof een stuk dunner aanvoelt als die van Topshop. En dat kan misschien ook wel, want deze is wel goedkoper. Een stuk goedkoper dan die van Topshop. Zo, dit is de skinny jeans. Nee jongens, dit is hem echt niet. Ik heb hem in maat 27 besteld, want ik heb daar ook een jeans van H&M bijvoorbeeld. En van de Topshop Joanie jeans draag ik zelfs of 36. Of nou ja, ik pas in 36, laat ik het daarop houden. Maar deze jeans, dit voelt echt niet oké. Ik kan bijna mijn been niet omhoog doen. Hij zit ten eerste gewoon veel te strak aan de bovenkant. Hij is niet zo hoog. Zeg maar, mijn navel is net hier. En hij trekt vooral heel erg. Die stof voelt heel goedkoop aan. En ik heb denk ik ook de verkeerde lengtemaat besteld. Dit is lengtemaat 30. En ik dacht dat dat mijn lengtemaat was. Maar hij is wel erg kort. Dus nee, deze jeans, die wordt hem niet. Misschien ga ik toch weer terug naar de echte Joanie jeans. Oh ja, dan is dit meteen de volgende jeans. En dit was het item waar ik dus al een tijdje naar op zoek was. Waar ik net te laat voor was om te bestellen. En waar ik dus echt weer op heb gewacht. Zodat hij weer in de webshop kwam. Dus ook dit is weer een jeans van het ASOS merk zelf. Maar dit is dan ook weer een high-waisted model. Ook weer zwart. Maar hij is een stuk wijder. Het is een mom jeans. En qua stof voelt hij echt heel lekker aan. Best wel stevig. Ik ben heel benieuwd hoe deze valt. Er zit alleen echt totaal geen stretch in volgens mij. Oh wel, een heel klein beetje stretch zit erin. Dus ik hoop dat dat meehelpt. Dan zorg er toch wel voor dat broeken net iets mooier zitten. Trouwens, de broek van Topshop vind ik zelfs echt heel erg fijn. Ik weet dat Topshop zelf ook hele mooie mom jeans en straight jeans heeft. Alleen er is een model dat ik super graag wil. Maar die kan ik gewoon niet in de winkel vinden. Wel online. Maar online moet ik best wel veel verzendkosten betalen. Dat hoef je hier trouwens ook niet te doen. Geen verzendkosten. Bij Topshop moet je wel verzendkosten betalen. En bij retourneren zijn de retourneerkosten ook voor eigen rekening. Dus ik vind dat gewoon best wel een risico. En tot nu toe heb ik daarom nog niet daar online besteld. En deze was ook nog goedkoper. Dus ik dacht, probeer eerst deze uit. Mocht het niks zijn, misschien dat ik dan alsnog iets ga bestellen bij Topshop. Alright, nou dit is de mom jeans. En ik heb even mijn schoenen erbij aangedaan, zodat je wat beter kan zien tot hoe hoog die valt. Volgens mij zijn de onderkantjes wel iets omgeslagen. Oh ja, dus die kan je nog iets naar beneden doen. Mocht je die lengte net iets mooier vinden. Ja, hij sluit echt perfect aan de bovenkant. Het is gewoon echt perfect. Niks hangt er overheen of zo, want hij zit gewoon echt mega hoog. Zeg maar, mijn navel zit hier. Mijn navel zit onder de knoop nog, dus hij is echt heerlijk hoog. De booty, ik weet niet of je het kan zien. Die zit er ook super mooi in. Wauw, ik ben hier wel van onder de indruk. Hij is zeg maar mom jeans, maar ook weer niet heel erg mom jeans. Ja, ik vind het wel wat. Ik was misschien ergens op zoek naar iets meer, zeg maar, een straight leg. Maar die vond ik wel heel wijd weer eruit zien op de ASOS shop. Dus toen heb ik toch maar de mom jeans genomen. Want ja, die leek me net iets meer fitted. Ik denk dat dit wel een winnaar is, ja. Moving on, want we zijn er nog niet klaar. Waar kijk ik naar? Dit is een trui, geloof ik. Nou, jullie weten dat ik gek ben op zwarte truien. Er is een trui die ik echt onwijs vaak draag. En waar ik er 2 van heb. Maar die is gewoon super simpel. En daardoor gewoon echt met alles te combineren. Maar ik kwam deze in de webshop tegen. Volgens mij was dit misschien ook wel een sale item. Ik ben niet 100% meer zeker. En dit is ook een zwarte trui. Maar wat ik heel erg leuk vond is dat hij van die ruches hier op de mouwen heeft. Dat leek me wel heel erg leuk staan. Net ietsje feestelijker. Hij voelt wel ietsje dunner aan. Die andere die ik heb is echt gewoon van wol. Deze niet. Maar dat is misschien ook wel heel erg lekker. Yes, dit is de trui. Ik heb hem dus, wat zei ik nou, maat 38 volgens mij besteld. En dat vind ik wel heel erg leuk, want hij valt zeg maar hier wat wijder. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Hij valt niet zo heel erg strak en dat is wel heel erg fijn. Een beetje señorita gevoel krijg ik hierbij. Maar nog steeds casual, omdat het zeg maar hier een beetje wat losser zit. Deze ruches van hierbij vind ik wel echt heel erg leuk. I like it. Zoals je misschien wel doorhebt, is deze shop nog niet super kleurrijk. Op natuurlijk dat hele uitbundige shirt na. Ik heb hier nog een zwart item. En dat is een joggingsbroek, of ook wel de jogger genoemd op de ASOS webshop.
Want ik heb er eentje van America Today die ik echt super graag draag. En die begint ook wel dat te laten zien dat die heel vaak wordt gedragen. Dus hij begint al een beetje smoezelig en van die pilletjes te krijgen die ik niet goed wegkrijg. Dus ik dacht, misschien is het tijd voor een nieuw exemplaar. Deze is van New Look. Ik weet nog uit mijn hoofd dat deze heel goedkoop was. Echt iets van 10 euro. Dus ik ben heel benieuwd of dit wat is. Want dan ga ik hem vandaag gewoon de hele dag aandoen. Dat weet ik nu al. En dit is de joggingsbroek. Het is gewoon een beetje een normaal model. Niet super laag, niet super hoog. Ja, deze is wel chill. Ik vind die zakjes wel echt super nice. Het had voor mij zeg maar niet super strak gehoeven zoals hier met zo'n band. Maar ik kon er niet heel veel vinden die dat niet hadden. En ja, voor dit geld heb ik iets ervan. Nou ja, dan is die eigenlijk wel prima. Hij voelt ook super zacht aan de binnenkant. Deze vind ik ook wel heel erg fijn. Volgende item is niet geheel zwart. Maar zoals je kan zien heeft hij streepjes. Het zijn gewoon zwart-witte streepjes. Maar wat heel erg bijzonder is aan deze is dat hij nog van die uitlopende mouwtjes heeft. En dat vond ik wel echt super schattig. Want er zit ook nog een soort van strikje aan de bovenkant. Gewoon net ietsje anders als een basic zwart en wit t-shirt. En dit is het streepje shirt aan. Ik twijfel een heel klein beetje. Ik weet niet zo goed waarom. Op zich zit hij wel heel erg goed. Zeg maar gewoon, de fit is super nice. Hij zit wel ietsje strakker als ik had verwacht. De mouwen zijn bijvoorbeeld ietsje strakker. Ik weet het niet helemaal zeker. Het is op zich wel leuk dat het een keer wat anders is. Twijfelgevalletje. Maar hij voelt wel echt lekker aan en de fit is ook heel erg mooi. Dat ligt zeker niet aan het shirt dat ik twijfel. Wat denk jij? Nou, dat zijn mijn geshopte items van ASOS. Mocht je ook een paar dingen leuk vinden, ik zal van alles de linkjes in de beschrijving zetten. Mocht je ze ook willen gaan shoppen, laat me eventjes weten welke kledingstuk van deze geshopte items jij het leukst vindt en welke echt het meeste bij jouw stijl past. Let me know. En dan wil ik jullie erg bedanken voor het kijken naar deze shoplog. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen in een nieuwe video. Doei!